Oké, okay, uh, goedenavond uh, iedereen. Um, het is uh, tijd voor een, uh, een spreekuurtje Nederlands. We gaan van half acht tot half negen zitten we hier ongeveer. Ik hoop dat ik te verstaan ben, dus laat het vooral even weten in de chat of je mij kunt horen. Uh, ik damp, ja ik weet het. Uh, ik zal zeker geen, vergeten, geen bedrankje te doen. Maar ben ik dus te bestaan? Ja, ik ben te verstaan. Goed zo, fijn. Um, nou, we zijn uh, um, nu hier. Misschien wel, nou, ik denk zelf een van de allermoeilijkste examens die je kunt hebben. Omdat bij Nederlands vaak wordt gezegd. Uh, ja, maar ja, daar kun je niet heel veel voor leren. En dat is natuurlijk ook zo. Je kunt er niet veel voor leren. Maar juist daarom is het moeilijk. Het is een vaardigheid. En een vaardigheid kun je alleen maar trainen als je veel oefent. Dus uh, Nederlands is tekst lezen. Het gemiddelde van Nederlands is altijd ongeveer een 6,2. En ik las vandaag in de krant dat vorig jaar. 1 op de vijf leerlingen een onvoldoende heeft gehaald voor Nederlands. Dat is best veel. Maar aan al deze ellende heb je niks. Want ik ga jullie gewoon supergoed voorbereiden dat jullie allemaal een voldoende gaan halen. Um, Oké, okay. als jullie vragen hebben over iets wat, uh, wat je wilt bespreken, dan laat het me weten om um, in, de, in de chat. Dan ga ik alles beantwoorden. Morgen ben ik bij NOS Stories te zien. Dus dan doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan vanuit de studio en niet vanuit mijn woonkamer. Uh, en ja, ik vergeet niet het bedrankje, lieve mensen, want jullie denken altijd: er komt die gasten met zijn bedrankje. Maar ik doe alles uh, gewoon in mijn vrije tijd. Hè. Dus ik heb net de lesgeven dag, mijn dochtertje opgehaald en nu uh, zit ik hier. Dus uh, dat is op zijn minst wat je even kan doen. Iedereen een eurotje, dan ga ik een lekker biertje drinken deze zomer als ik een beetje kan uitrusten van alle examens en nakijken. Goed, we gaan beginnen. Ik ga even kijken. Um... Uh, kun je drogredenen uitleggen? Ja, lieve mensen, die drogredenen, dat, dat, dat ga ik niet helemaal uitleggen. Want er zijn er twaalf, dat moet je weten. Die twaalf moet je kennen. Maar vorig jaar bij het HAVO-examen bijvoorbeeld... zaten ze er helemaal niet in. Dus er zat geen enkele vraag over drogredenen in. Bij het VWO is dat vaak één of twee. Mijn advies is, leer even of bekijk het filmpje... waarin ik uitleg welke drogredenen er zijn... Je moet in ieder geval de, de namen weten van de drogredenen, dus dat is belangrijk. En je moet kunnen uitleggen waarom iets wel of niet een drogreden is. En je ziet de laatste tijd in de examens, zie je eigenlijk dat je veel meer moet gaan uitleggen. Dus leg maar eens uit of je een persoonlijke aanval ziet, ja of nee. Dus er wordt minder gevraagd van hey, welke drogreden zie je, maar wel meer um, uh, dat je het uit moet leggen. Ondertussen gaat hier de bel, dat is de whiteboard die ik ga gebruiken, dus ik ga hem heel even open doen. Kijk, een echte whiteboard. Ja, die had ik nog niet. Een broodje dunner, die heb ik niet besteld. Ik ben trouwens uh, veganistisch, dus ik eet alleen maar plantaardig. Dus alleen maar plantaardig dunner. Dus wat betreft die drogeen, dan maak je daar niet te, te druk over. Dat, dat vooral. Oké, okay, dan gaan we even door naar de volgende. Um, Oké, okay, wat ik nog wil zeggen is het volgende. Want die vragen die krijg ik de afgelopen dagen heel veel. Als je een vraag krijgt bij het examen Nederlands, dan moet je eigenlijk altijd het antwoord letterlijk uit de tekst overnemen. Soms staat erbij om te citeren, dus dan moet je met de aanhalingstekens gebruiken. Maar soms staat dat er niet. Maar dan mag je nog steeds letterlijk een zin overschrijven uit de tekst. En mijn advies is ook om dat te doen, want uh, het antwoordmodel komt, komt vaak overeen, het antwoord, met een zin uit de tekst. Dus uh, niet moeilijk doen, geen zelfwoorden bedenken, want dan ga je alleen maar spelfouten maken. Dus doe dat niet en schrijf letterlijk zinnen uit de tekst. En dan wordt het gevraagd om citaat goed lezen, wat je moet citeren. Um, Oké, okay, de nieuwe vraagstellingen. Daar is de vraag, ja, er is, wordt een, het examen het Nederlands wordt vernieuwd. En um, begin dit jaar heeft Cito gezegd dat dat vanaf dit jaar is. Een paar weken geleden hebben ze aangegeven dat dat. Wat niet zo gaat zijn. Maar vorig jaar en het jaar daarvoor zag ik ook al nieuwere vragen in het examen komen. Dus ik verwacht ze dit jaar ook. En daarbij denk ik dat het vragen worden over de toon van de tekst, bijvoorbeeld. Dus hoe kun je de toon van de tekst typeren? En dat is heel moeilijk uit te leggen, want de toon. En daar heb je geen trucje voor, dat moet je gewoon voelen als je iets leest. En dat zijn namelijk dat bepaalde woorden nou, niet zo letterlijk bedoeld zijn, maar dat er een andere laag onder zit. Stel dat jullie allemaal voor je examen een, uh, een vier gaan halen en je docent gaat zeggen: hey, Dat hebben jullie fantastisch gedaan, ga zo door. Um, als je die woorden letterlijk neemt, dan denk je: hey, hoe zit dat? Maar dat is natuurlijk niet letterlijk. Er zit een bepaald sarcasme zit daarin. Dus dat is de toon van de tekst. De toon die vind je wel door op woorden te letten. Of die, of die bozig is, of dat hij juist heel erg tevreden is, et cetera. Ik ga heel even mijn hond tot uh, orde roepen, want die is de hele tijd... goed zo. Uh, die heeft net geopereerd. Oké. Okay. Um, uh, hoe kun je het beste de tekst lezen? Ja, straks krijg je het examen, duurt drie uur. Mijn advies is als volgt. Doe je HAVO, dan is het qua puntentelling is het gewoon een beetje normaal. Doe je VWO, wat is trouwens voor de HAVO, grapje. Um, dus voor HAVO, ik heb de puntentelling gezien, ik heb een video gemaakt over het, hoe het HAVO-examen eruit ziet. En um, uh, je moet gewoon bij tekst 1 beginnen, et cetera. Maar ik zou altijd eerst even beginnen met het lezen van de vraag. En de vragen. Want waarom doe je dat? Die teksten zijn lang en je moet drie uur lang concentreren. Dat gaat bijna niet. Uh, het moet wel. Dus ga eerst de vragen van iedere tekst lezen. En dat bedoel ik niet in het begin. Ik bedoel het als volgt: je krijgt je examen, je klapt hem open, dan zie je die vragen. Uh, en die ga je heel even van tekst 1 ga je kort doorlezen. Dat duurt twee of drie minuten. Daarna ga je tekst 1 lezen met een pen in de hand. En die pen die zorgt ervoor dat als je aan het lezen bent, dat je dingen gaat opstrepen die je net bij die vragen bent tegengekomen. Als je dat gaat doen, dan lees je die tekst echt veel doelgerichter dan dat je gewoon de tekst gaat zitten lezen terwijl je niet weet wat er van je gevraagd wordt. Dus lees eerst de vragen, ga dan de tekst lezen, ga daarna terug naar de vragen. Ga ze beantwoorden. Dat is wat je moet doen. Dat is mijn tactiek. Als jij denkt: nee, dat werkt niet voor mij, pak dan vooral de tactiek die wel voor jou werkt. Want um, ik kan het wel zeggen hoe, wat ik het slimste vind, maar um, ik ben ook maar een mensen. Um, citeren is de vraag: mag je ook de eerste en laatste twee woorden doen? Ja, zeker. Nou, daarvoor heb ik dus um, uh, dit whiteboardje. Want ik ga hem heel even opschrijven, want dan is het misschien het slimste. Um, examen spreekuur... Jullie gaan nu ook wel zien waarom ik vaak animaties maak... want ik kan echt moeilijk schrijven. Hier staat examenspreekuur, zie je dat? Examenspreekuur. Dat is een woord. Dus als je dat woord moet citeren, dan gebruik je daar de aanhalingstekens bij. Aanhalingstekens. Hoppatee. En die regelnummer zet je er ook achter. Regel uh, 2 tot en met 4. Zo, ziet het er zo uit. Supermooi. Dus één woord. Als je het nou hebt over een woordgroep... dan kun je zeggen het nuttige examenspreekuur. Ook tussen haakjes. Dit is een woordgroep. Het nuttige examenspreekuur. Ik schrijf echt heel slordig, hè. Allee. Maar nu, als je een hele zin moet citeren, dan kun je heel de zin opschrijven, maar je mag ook de eerste twee woorden, puntje, 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 laatste twee woorden en aanhalingstekens sluiten opschrijven. En dan um, heb je die zin ook geciteerd. Dus dit is puntje, 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 een nuttig, nuttig examen Spreek hier. Kijk, je ziet hem hier onderaan. Zie je? Zo kun je het ook doen. En mijn advies is: doe dit altijd. Ga nooit een hele zin uh, citeren door heel de zin over te schrijven. Eén, dat kost je veel tijd. Twee, je kunt uh, theoretisch zien meer spelfouten maken. Want uh, wij letten natuurlijk op spelling. Uh, dus dat moet je eigenlijk altijd zo doen, zou ik doen. Dankjewel Roos voor de beetschap voor de hond. Ja, die heeft een flinke opaats gehad. Uh, beste manier om voldoende te halen is gewoon heel goed te lezen. Je moet ja, heel de tekst lezen uiteindelijk. Waarom mag je, dit is Loïs, Lois, Lois, waarom mag je geen voorbeelden in een samenvattingopdracht gebruiken? Oh ja, wat bedoelen ze ermee? Jullie krijgen denk ik echt samenvattingsvragen, want die zie je de afgelopen jaren bij de HAVO examen steeds meer terugkomen. Als je een samenvatting van de tekst moet geven, dan ga je nooit een voorbeeld of een detail van uh, die tekst geven, want dat is niet waar het om gaat. Dat voorbeeld is genoemd vanwege iets anders. En dat andere, dat is vaak het abstractere, wat moeilijk beschreven, dat moet in de samenvatting. De samenvatting zijn dus eigenlijk niks anders dan alle belangrijkste zinnen van de tekst bij elkaar. En als je een tekst hebt over uh, eindexamens, uh, en, en de vraag is: uh, vat die tekst samen? Dan hoef ik niet te weten hoeveel leerlingen uh, morgen het examen gaan doen. Maar ben ik wel benieuwd uh, of het examen Nederlands bijvoorbeeld moeilijker is. Dus je moet echt um, bij samenvattingsvragen. Uh, de kernzinnen pakken, dus de allerbelangrijkste zinnen. De vraag is, wat is het verschil tussen onderschikkende argumentatie en de andere argumentatiesoorten? Die hoef je niet te kennen voor het examen. Althans, je krijgt waarschijnlijk wel examen of argumentatieschema's. Maar dan hoef je niet te benoemen of het onderschikkend is. Dan is het schema al gegeven. En dan moet jij de argumenten moet je erbij noemen. En nogmaals, pak dan de argumentatie die gewoon letterlijk in de tekst staat. Ja? Eline, wat verschilt tussen een nuancering en een relativering? Heb ik net een nieuw filmpje van gemaakt. Want die vraag krijg ik regelmatig. Dus ga dat filmpje even bekijken. Uh, relativeren is dat je t, is iets relatief, de in verhouding tot iets anders, en nuancering dan geef je meer details bij wat je vindt dus een heel kort iets, maar oké okay, um, uh, dan kun je dat eventjes bekijken waarom, Koen vraagt waarom mag je geen citaat in je antwoord verwerken, je mag wel eens, nou ja Kijk, als de vraag is: citeer, dan moet je citeren. En dan staat er gewoon: leg uit. Dan mag je ook een, een, een zin uit de tekst pakken, maar je mag niet citeren, want daar wordt niet om gevraagd. Dus dat is eigenlijk waarom. Het belangrijkste om te markeren in de tekst zijn dus de belangrijke zinnen. Of als je ziet: hey, ik zie een belangrijk signaalwoord, schrijf dat er dan even bij. Of je ziet: hey, ik zie een argument, schrijf dat er even bij. En zeker als je dus de vragen net hebt gelezen, dan helpt dat bij het lezen van de tekst. Uh, functiewoorden, uh, Marnik, staan denk ik wel in het woordenboek. Dus die zou je kunnen opzoeken. Woordenboek nemen jullie sowieso allemaal mee. Allemaal die ga je niet vergeten. Uh, en, um, uh, maar die kun je van tevoren ook even leren. Dus de belangrijkste die vind je in de uh, afgelopen examens is dus vaak aanleiding, uh, nuancering, argument, tegenargument, standpunt. Een uh, voorbeeld, nou dat soort dingen. Ze zijn niet, meestal niet de allermoeilijkste, maar misschien wel belangrijk om dat al van tevoren even door te nemen. Um, Demi, je snapt het nu al niet. Dat vind ik echt vervelend. Moet je de stelfiguren le leren? Elise, super belangrijke en goede vraag. Ik denk dat bij dit nieuwe examen vragen, wat ik net ook al zei. Uh, dat de toon van de tekst wordt bevraagd. Maar je ziet de laatste tijd ook terug... dat er wordt gevraagd naar beeldspraak. Of naar stelfiguren. Een paradox is bijvoorbeeld een stelfiguur. Een metafoor is beeldspraak. Een vergelijking is beeldspraak. En een schrijver gebruikt heel vaak in zijn tekst... gebruikt die beeldspraak om, om datgene wat hij schrijft... mooier op te schrijven. Dus ja, je moet beeldspraak uh, kennen. En stelfiguren ook. Vorig jaar was het zelf zo, maar dat was, dat was VWO, geen HAVO... Dat er werd gevraagd welke stelfiguur je in een bepaalde zin zag. Nou ja, dan moet je wel stelfiguren kennen. Daar heb ik een filmpje over gemaakt. Dus ga die dan nog heel even bekijken. De vragen stromen binnen, lieve mensen. Dus dat is supergoed. Um, maar um, ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Ik probeer er zoveel mogelijk te doen. Uh, als er gevraagd wordt, Gloria, dit is jouw vraag: naar kanttekeningen. Um, kanttekeningen zijn eigenlijk waar een schrijver niet mee eens is. Dus dan, je plaatst dan kanttekeningen bij iets. Als je zegt dit gaat, uh, ik vind uh, piano een, uh, een mooi instrument, een mooie muziek. Dan kan iemand zeggen, ja, maar dan kan ik kanttekeningen bij plaatsen. Want piano, als die vals is, dan is het helemaal niet mooie muziek. En ik vind de gitaar eigenlijk veel mooier. Dus dat zijn kanttekeningen, eigenlijk tegenargumenten waar je het er niet mee eens bent. Um, hoe, hoe herhaal je de vraag op een juiste manier bij een vraag met een maximaal aantal woorden? Is de vraag van Elroy, El nou dat is een goede vraag, want bij open vragen waarin staat dat je een maximum aantal woorden moet beantwoorden, dus we stellen twintig woorden, dan mag je dus eerst de vraag herhalen en uh, die woorden tellen niet mee, dus dat is eigenlijk een soort van cadeautje en het helpt je om die vraag beter te beantwoorden, bijvoorbeeld. Um, uh, in Alinea 2 zie je een vergelijking. En waarmee vergelijkt de schrijver dit? Geef antwoord in maximaal 20 woorden. De vergelijking die je in Alinea 2 ziet, is... En dan begin je aan aantal woorden te tellen. En tegen mijn eigen leerlingen zeg ik altijd het volgende. Uh, in Alinea 2 uh, is de vergelijking dit of is... En dan wil ik een soort van haakje zien... Of iets waarin je aangeeft... Maar ook een, een, een... Weet ik veel aanhalingstekens zijn. Nou, nah, dat liever niet. Maar gewoon een haakje zo of zo'n vierkant ding, waarbij je aangeeft: nu begint mijn antwoord en vanaf dat moment gaat jouw docent ook tellen. En dan kan het tweede corrector ook zien. Vanaf hier uh, ben ik, uh, vanaf hier ben ik mijn antwoord aan het geven. Stel nou dat je bij die 20 woorden eroverheen zit hè, en dat je 22 woorden hebt. Wat docenten dan doen is dat ze de laatste twee woorden gewoon niet meenemen in jouw antwoord. Stel dat je binnen die 20 woorden het goede antwoord hebt geformuleerd, prima, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar zit het goede antwoord, zijn daar de laatste twee woorden voor nodig, dan is het dus fout. Dus dan weet je dat hoe dat precies zit. Um, uh, als je de vragen hebt gelezen, lees dan eerst de tekst globaal of helemaal? Als je de vragen hebt gelezen, dan lees je de tekst daarna echt helemaal intensief. En daarna ga je weer terug naar de vragen. Ilse, mag je wel een deel uit de tekst nemen bij de vragen leg uit, maar een aantal woorden veranderen? Um, je mag gewoon letterlijk zinnen uit de tekst pakken. En oh ja, als er staat in eigen woorden, dat is hem inderdaad, dan kun je een paar woorden veranderen. Kun je je woordenboek gaan opzoeken wat een synoniem van een bepaald woord is... ...en dan zet je dat maar. Dan doe je het in ieder geval in eigen woorden. Maar vaak is het veel makkelijker om het ook daadwerkelijk in je eigen woorden te zetten... ...want dan uh, ben je vaak sneller. Een paradox, Jesse, is een uh, schijnbare tegenstrijdigheid. Um, doe kalm aan en snel een beetje. Dat is een paradox. Dan zie je, het, is, het lijkt een tegenstrijdigheid, kalm en snel. Dat kan dus niet, dus doe kalm aan en snel een beetje... Maar het is schijnbare tegenstrijdigheid. Want eigenlijk kan het wel. Doe kalm aan. Je moet snel kalm doen. Dat is het. Een andere paradox is. Uh, ondanks dat de cijfers uh, hoog zijn, is het niveau gedaald. Dus hoog, laag, of zijn de cijfers laag. Dus ondanks dat de cijfers hoog zijn, is het niveau lager. Dat is een. Tegenstrijdigheid, dan denk je laag-hoog, dat kan niet in één zin, maar het klopt uiteindelijk wel. Dus dat is het schijnbare. Dat is de paradox. Ook een filmpje over gemaakt, dus die kun je ook nog even rustiger bekijken. Sowieso, jongens en meisjes en iedereen die daartussen valt, um, ik heb uh, afspeellijsten gemaakt, algemene afspeellijsten, havenafspeellijsten. Daar vind je echt eigenlijk de video's die je allemaal nodig hebt. Dus ga dat nog eventjes bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Wat als je de tekst erg moeilijk vindt en daardoor gewoon niet begrijpt wat er precies in de tekst wordt besproken? Oké, okay, het kan zijn, en dat gebeurt vaker, dat een, so een tekstje helemaal niet ligt. Dat kan zijn. Nou, als dat gebeurt, Sarah, want dit is de vraag van jou, oh, dan... Um, Probeer je te concentreren op de vragen die de meeste punten waard zijn. En je probeert het gewoon. Dat is wat je moet doen, want je moet die punten gaan sprokkelen. Dat is echt sprokkelen. Um, en dan krijg je vanzelf alweer een vraag van tekst, hopelijk, waar je meer mee hebt. Maar als je het gewoon niet begrijpt, ja, dan ga je toch gewoon antwoorden. Dat is wat je doet. Um, of ik tegenwerping. Coco, niet doen. Ah, die, die, die is aan zijn poot aan het en is helemaal aan het bloeden. Coco, hou eens op. Hou eens op komst, schat. Um, hoe je het beste kan voorbereiden is eigenlijk... want dat is de vraag van FC Gossio... Um, is gewoon nog een eindexamen te maken. En um, je hebt dus vanuit de nieuwe examenvraag... heb je oefensets waarmee je kunt oefenen met de nieuwe soort vragen. Na alle waarschijnlijkheid komen die, al die vragen dus echt niet terug... Maar het is wel extra oefening, dus het kan nooit kwaad. En die vind je ook op mijn YouTube-kanaal. Dus dan kun je het maken, kun je het nakijken met mijn video. Dat werkt altijd. En anders pak je een meest recent examen, ga je gewoon even maken en nakijken. En dan ga je natuurlijk even al mijn video's bekijken, dat is helemaal goed. En NOS uh, Stories, kun je ook nog even bekijken, dan uh, is dat slim. Wat zijn de belangrijkste drogredenen? Dat heb ik eerder genoemd. Gewoon al die twaalf drogredenen moet je kennen. Jojo, uh, heb je nog tips voor die vragen waarbij je aan moet geven bij welke alinea een bepaald deel van de tekst begint? Ja, dat is wel een, uh, een goede. Uh, dat zijn die deelvragen, hè? dus deelonderwerpen. Dan moet je kijken naar eigenlijk naar synoniemen. Dus je ziet vaak. Ja, sorry hoor. Je ziet vaak uh, dat uh, in het. Uh deelonderwerp, dus het tussenkopje, dat daar een woord in staat, dat betrekking heeft op de tekst, natuurlijk, maar dat er in de tekst een soort van synoniem staat van dat woord, dus het zal, er zal er nooit letterlijk in staan. Je voelt, je voelt vaak aan, terwijl je leest, van hé, hey, maar hier begint een nieuw gedeelte. Um, en als je denkt van hé, hey, deze Alinea, die slaat echt nog terug op de vorige, dan weet je die horen bij elkaar. Je kunt, bij die delen kun je ook slim zijn, want als er bijvoorbeeld staat, deze tekst in vier delen, dit is vier, dan ga je gewoon even kijken waar deel 1 en deel 4 begint. Je kunt ook een beetje gaan berekenen waar het zit. Uh, maar goed, vaak heb je het gewoon door als je, um, als je de tekst leest. Dus let een beetje op citaten. Of uh, synoniemen, sorry. Um, geeft examen 2022 accuraat cijfer weer? Ja, dat denk ik wel. Dat geeft een goed cijfer weer. Ik denk dat de. Uh, nou ja, goed, we gaan het wel zien. Um, ik zag in 2022 examen eigenlijk geen drogreden. Nee, dat zei ik ook wel. Ik zag ook geen drogreden. Ik weet niet of het uh, dit jaar terugkomt. Maar als het terugkomt zijn het maar één of twee vragen. Dus maak je daar niet de druk om. Dan. Uh, Max die vraagt hoe vind je de hoofdgedachte? En dat vind ik een goede vraag en een belangrijke vraag. Want de vragen zijn twee punten waard. Dat zijn altijd meerkeuzevragen meestal dan. En um, Een meerkeuzevraag is nooit twee punten waard. En uh, ik weet niet hoeveel er nu in zitten. Dat ben ik even vergeten voor jullie. Dat uh, kun je wel vinden. Maar um, waar je dan op moet letten, is het volgende: de hoofdgedachte gaat is de zin die over heel de tekst gaat. Dus het gaat over echt heel de tekst. En wat je vaak ziet bij die met keuze vragen eh, antwoorden, is dat je eh, allerlei antwoorden vindt die wel in, echt in de tekst staan. Dus dan denk je, ja, ja, maar het staat in de tekst, dus dat is goed. Maar dat gaat dan over een klein gedeelte van wat er in de tekst staat. En bij de hoofdgedachte moet je opletten dat het over heel de tekst gaat. En... Hoe vind je dat vaak door het slot nog een keer te lezen? Want het in het slot geeft de schrijver het allerbelangrijkste weer. Dat is, uh, dat is belangrijk. Dus goed dat je die vraagt, want het uh, is altijd zonde. Het is vaak de meest gemaakte fout, de te vraag. Terwijl die denk ik wel um, uh, goed te beantwoorden zijn. Jeffrey vraagt of mijn lieve hond koken, een meisje is, koken ze inderdaad een meisje. Een teefje. Beeldspraak kan ik niet nog een keer kort uitleggen. Dan moet je even de video van bekijken, Kenza, want er zijn heel veel verschillende soorten beeldspraak En dan ben ik daar echt veel te lang mee bezig. Dat is zonde. Um, hoe citeer je het best de hoofdgedachte? Oh ja, soms wordt er gevraagd: wat is de hoofdgedachte van uh, alinea 5 en 6, bijvoorbeeld, of uh, 3 en 4? En citeer dat. Dan ga je gewoon eigenlijk op zoek naar de zin die eigenlijk heel die twee alinea's soort van samenvat. Dus eigenlijk de allerbelangrijkste zin. Dat doe je als je de hoofdverdachte moet citeren. Oh ja, die overkoepelende vragen, ja, dat is, uh, dat is een, altijd een lastige. Um, er is misschien een voordeel, want het nieuwe examen bevat veel minder overkoepelende vragen. Dus het kan zomaar zijn dat jullie morgen heel weinig overkoepelende vragen krijgen. Ik hoop het voor jullie. Bij die overkoepelende vragen moet jij als lezer, moeten jullie als leerling een beetje gaan uitzoomen. Dus dan moet je gaan kijken: de eerste tekst, daar vindt de schrijver dit van het onderwerp, die is het ermee eens of niet mee eens. En de tweede tekst, is de schrijver wel mee eens, bijvoorbeeld. En dan, ja, het is gewoon een kwestie van die twee teksten goed gelezen hebben. En dat heb je dan al gedaan, als het goed is. Um, en ja, dan ga je die vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Kom eens zien, schat. Je moet even ophouden. Goed, dan um, de volgende. Dus de hoofdgedachtenvraag vraag uh, is, hebben we behandeld. Natuurlijk, Luc, waarom is het examen van 2017 zo moeilijk? Ja, weet ik veel. Had het examen maak ik zin in of zo. Heb je tips voor het vinden van hoofdgedachten? Dat heb ik net gezegd. Heb je tips om tijdtekort te voorkomen, Loes? Ja, ik heb vorig jaar al gezegd, gewoon doorwerken, hard doorwerken. Uh, maar, en daar gaat het gewoon om. Je moet in die drie uur. Moet je, uh, eigenlijk, de examenmakers gaan ervan uit: je hebt 2,5 uur nodig, 2 uur en 3 kwartier. En dan heb je nog een half uur, kwartiertje om je antwoorden door te kijken op taalfouten. Maar in de praktijk zie je dat sommige leerlingen dat gewoon echt niet redden. Nou, dat komt omdat ze te lang bij een vraag blijven hangen. Dus stel dat je een vraag tegenkomt en er zullen uh, vrijdag geheid moeilijke vragen zijn. Maar stel dat die maar één punt waard zijn. Dan, dan laat die lekker zitten en ga daar niet te lang bij blijven hangen. Uh, stel dat die twee of drie punten waard is, ja, dan ga je toch echt de punten sprokkelen. Dus daar moet je een beetje slim in zijn. Um, Oké, okay. dan, dus tijdtekort is gewoon, ja, gewoon wel doorwerken en die moeilijkste vragen maar overslaan. Mag je uh, Luca, Luca, vraagt, mag je bij de argumenten in de argumentatieschema's de argumenten ook citeren vanuit de tekst? Ja, dat mag, maar je hoeft geen uh, aanhangstellingen te gebruiken, tenzij daarom wordt gevraagd. Um, dan, er oh, zijn, zijn veel vragen. De hoofdgedachte, Sophie, is niet altijd een exacte zin in de tekst. Niet altijd. Dus als er een keuzevraag is, dan, dan hebben de examenmakers zelf een zin opgeschreven. En dat is nooit letterlijk een zin uit de tekst. Als jij zelf een hoofdgedachte uit een, uit een alinea of uit de tekst moet halen, dan mag je echt wel exact één zin mag je doen. Maar dat staat dan ook bij in de vraagstelling. Um, even kijken, uh, hoe, kun je, hoe kun je een schema-vraag aanpakken van Jozef? Ja, een schema-vraag, die, die zal er waarschijnlijk wel in gaan zitten. En bij een schema-vraag is het altijd belangrijk om signaalwoorden te gebruiken. De signaalwoorden maar, of nee, maar of echter, die geven een tegenargument aan. Woorden zoals omdat... Want immers en namelijk, die geven argument aan, dus geeft een conclusie aan, ik vind een mening, cetera. En wat je vaak bij die schemavragen ziet, is dat, dat je zin in moet vullen. En dat deze woorden die, je, die ik net heb genoemd, die signaalwoorden, kun je helpen om dat schema in te vullen. Ze staan er dan niet bij, maar je kunt ze in je hoofd erbij bedenken. En als je dat doet, dan kom je erachter van hé. Hey, als ik zin 1 en zin 2 aan elkaar pak met het woordje maar, is super logisch, dat klopt. Dan weet je dat die tweede zin een tegenstelling is. En als je tussen zin 3 en 4 het woordje want kan plaatsen, dan weet je, hé, hey, dat is een argument. Dus ik zou bij die schemavragen echt heel erg goed op uh, de argumentatie letten. Dat is wat ik zou doen. Um, goed. Dan, hoe pak je opdrachten goed aan met standpunt-argument 1? Nee, dat heb ik net genoemd. Dus opdrachten met standpunt-argument 1 en reactie-argument 2, sub-argument, gebruik daar de signaalwoorden voor. Ga goed lezen in de tekst waar het woord want moet staan, want dan kun je zien welke argumenten bij elkaar, op elkaar aansluiten. Uh, Peppe vraagt zich af, moet, een, moet je een hoofdletter en punt tussen de aanhalingstekens schrijven bij citeren? Uh, ja. Kijk, als je een hele zin moet citeren, een zin begint altijd met een hoofdletter en eindigt met een punt. Dus dat moet er gewoon in staan. Moet je een zinsgedeelte citeren en is het het begin van de zin, dan krijgt je citaat dus een hoofdletter aan het begin, maar geen punt. Want als je een zinsgedeelte, dan heb je niet meer in een zin een punt staan, dus dat hoeft ook niet. Moet je het einde van een zins, zinsgedeelte, is het einde van een zin en komt daar de punt, omdat daar gewoon de punt staat, dan neem je die punt mee bij je citaat. Um, Rudot vraagt zich af: Zou je aanraden je antwoorden over te schrijven na het examen om ze daarna na te kijken? Redo, ik zou dat alleen doen als je echt alle tijd hebt. Dan zou ik dat doen. Um, en bij jullie is het zo: HAVO dit jaar is um, het beoordelingsmodel, het correctiemodel, is na afloop niet direct beschikbaar. Dat heeft ermee te maken dat het CITO heeft besloten dat voor sommige examens, Docenten eerst het werk, sommige docenten eerst het werk van hun leerlingen gaan nakijken. Dan komen ze bij een, een geheime genootschap bij elkaar in een donker kamertje met kaarsjes aan. En dan gaan ze met elkaar overleggen van bij mijn leerlingen zie ik dat dit antwoord en dat zou ik ook, ook goed rekenen. Nou, dat gaan ze dan met elkaar doen. Dan komt de grote baas Cito erbij. En Cito gaat zeggen: Ja, daar heb je eigenlijk wel een punt. We gaan die nog toevoegen aan het correctiemodel. En pas een paar dagen later komt dus het echte correctiemodel uh, online. En daarom zal ik op vrijdagavond, um, nadat ik ook lekker heb gewerkt, uh, het examen gaan maken en het nabespreken in een video. Dus dan krijg je van mij niet de officiële antwoorden, want die heb ik niet. Dus dat is een dikke vette disclaimer, maar wel wat ik zou hebben geantwoord, zodat je misschien een beetje kan inschatten hoe je examen hebt gemaakt. Dan weet je dat alvast. Um, um, dan even kijken... Joep die vraagt tips voor concentratie midden in de toets. Ja, nou ja er zijn leerlingen die gewoon um, na anderhalf uur echt. Pff, dan is dit het hoofd vol en dat snap ik heel goed. Wat kun je dan het beste doen? Dat klinkt heel stom, maar dan kun je het beste gaan tekenen. Dus pak je even een klappapier. ga twee minuten gewoon een beetje tekenen, bla bla bla. probeer je hoofd leeg te maken. Maar ja, ik, heb, ik zeg het altijd tegen leerlingen, ze doen het toch nooit. Maar het, het heeft wetenschappelijk aangetoond dat het je hoofd leeg maakt. zodat je daarna weer door kan gaan. Maar tijdens het examen durven de meesten dat niet omdat je een tijd dan nood dan zou komen, maar goed, um, het kan dus wel. Dan expert gamer, ik hoop dat je daar ook een expert aan bent. Die vraagt: kan een standpunt een vraag zijn? Nou, een standpunt kan in principe geen vraag zijn, maar uit een vraag kun je wel een standpunt afleiden. Soms is een vraag in een examen wat is de impliciete vraag die in de inleiding wordt gesteld. Daarmee bedoelen de examenmakers. Welke vraag ligt eigenlijk, uh, is eigenlijk beantwoord in die eerste twee alinea's, bijvoorbeeld in de inleiding, um, maar wordt niet letterlijk gesteld? Dus impliciet wil zeggen, hij wordt niet letterlijk gesteld. Nou, een standpunt kan dus een vraag zijn, maar dan moet het eigenlijk een uh, rhetorische vraag zijn, waar eigenlijk maar één antwoord op is. Vinden jullie deze examentraining nuttig? Dat is een, natuurlijk een, echt een rhetorische vraag, want iedereen zegt ja, ja, ja. Nee, dat is niet echt een retorische vraag. Maar meestal is het standpunt geen uh, vraag. Waar kan je het nieuwe onderwerp van dit jaar vinden? Oefenen op welke site? De vraag naar Noek zich af. Dat zijn, je bedoelt de nieuwe examenvragen. Uh, die kun je vinden via CITO, maar is moeilijk te vinden. Op mijn YouTube kanaal bij de HAVO-examen asbelijst vind je die. Daar vind je die HAVO-oefenzet 1, 2 en 3. En in de beschrijving vind je naar de link naar die oefenzets. Dus dan weet je dat. Um, Brian vraagt zich weer af, moet je de stelfiguren leren of niet? Ja, die moet je kennen. Dus dat is uh, belangrijk, dat heb ik net ook al benoemd. Koenenkoop, wanneer herken je een kritische invalshoek? Een kritische invalshoek wil zeggen dus dat je hebt gekozen als schrijver om ergens je kritiek op te geven. Dat is een kritische invalshoek. Dus dan, dan, ja, dan ben je kritisch. <laughs> ja dus dan heb je gewoon kritiek. Dan, dan ben je met dingen niet eens. Of stel je een bepaalde vraag: van hoe zit dit? Nou, dan ben je met een kritische invalshoek bezig. Nou, hoeveel minuten of uur is het verstandig een pauze te nemen? Nou, um, dat is als je hoofd vol zit. Uh, liefst geen pauze. Oh ja, dat is misschien ook nog een tip. Als je merkt dat je naast het tekenen, als je merkt dat je hoofd vol zit, ga gewoon even naar de wc. Ga even lopen, lopen, lopen. Ga even naar de wc. Ontspan er even. Gooi een flats water over je gezicht. Ga dan weer terug. Dat helpt ook al. Dus zorg ervoor dat, 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 dat je dat misschien doet. Um, Danique vraagt zich af: komt het examen van 2018 overeen met het examen van dit jaar? Ja, maar je ziet in 2018 bepaalde vragen nog niet gesteld worden, die in de afgelopen jaren wel weer gesteld worden, zoals beeldspraak, zoals de toon, zoals bepaalde samenvattingsvragen die echt anders gesteld worden. Um, dus ik zou de meest recente pakken. Sarah vraagt zich af: Moet je per se citeren met twee woorden, met drie puntjes tussen en dan weer twee woorden? Nee, je mag ook uh, aanhalingstekens gebruiken, heel de zin opschrijven en aanhalingstekens sluiten, dat mag. Maar, nogmaals, dat kost je meer tijd. Dus als je de eerste twee woorden doet, dan drie puntjes, de laatste twee woorden, kost je en minder tijd en je hebt minder kans dat je spelfouten maakt. Ehm um, is een paar open vragen maken al voldoende? Ik kijk de video's vooral in plaats van oefenen. Nee, je kunt beter oefenen, oefenen, oefenen. En dan mijn video's soms erbij pakken. In plaats van mijn video's te kijken en dan een paar open vragen. Nee, je kunt dus echt veel beter oefenen. Kan er drogredenen gevraagd worden in de open vorm? Ja, dat kan. Het kan zijn dat ze vragen welke drogreden herken je in alinea 9? En dan moet jij die kunnen benoemen. Dus ja, dat kan. Wat is handig om mee te nemen qua eten of drinken, heeft niks met Nederlands te maken. Dus die mag je zelf gaan bedenken. Mohammed vraagt schaf, van dat is ook een hele goede vraag, want die zag ik ook weer terugkomen de laatste tijd. Het verschil tussen feitelijk en waarderend. In de afgelopen examens kreeg je gewoon een rijtje met zinnen. En er stond boven geef aan of deze feitelijk of waarderend zijn. Oké, okay, feitelijk heeft ermee te maken dat je het kan controleren. Het is feitelijk waar of niet. Dus het klopt of het klopt niet. Waarderend heeft veel meer met een mening te maken. Dus dan in de zin merk je: oké, okay, ja, hier, hier zie je iemands mening. Dus als ik zeg: ik zie buiten een hond lopen, is dat feitelijk. Ik kan, ik kan controleren of ik buiten een hond zie lopen, ja of nee. Als ik zeg: ik zie buiten een mooie hond lopen, dat maakt die zin meteen waarderend. Het kan wel zijn dat er buiten een hond loopt, maar wat is mooi? Dus dan, dan zit je aan de waarderende kant. Dus dat is het een beetje. Keesje, als je iets in een woordenboek wilt opzoeken, kun je dat beter aan het einde doen van het examen of gelijk? Meteen doen, want anders weet je niet meer waar je het op moet zoeken. Dus ik zou het meteen doen. Chris, moet je de functies van signaalwoorden, signaalzinnen uit je hoofd leren? Dat je een vraag krijgt over wat is de functie van deze signaalzinnen, dat je hem bijvoorbeeld aankondigend zegt. Nee, dat zijn eigenlijk altijd meer keuzevragen. Dus dan staan de functiewoorden staan erbij en dan moet jij uitgaan kiezen. Dat is wat je moet doen. Ehm... Um, Waar moet je op letten tijdens vragen dat je tussenkopjes moet geven aan een paar alinea's? Um, ja, je hoeft zelf nooit tussenkopjes te geven. Dus, maar je moet zeg maar die tussenkopjes plaatsen. Dan moet je gewoon kijken wanneer een ander deelonderwerp begint. Die vraag heb ik net ook al een beetje beantwoord, dus ik kun je misschien zo even terugkijken. Uh, Galileo die vraagt of ik alles wat, even zeg, wat belangrijk is... Nou, omdat hij het anders niet gaat redden. Je redt het heus wel. Je redt het allemaal wel. Gewoon rustig blijven en een beetje lezen. Mijn video's bekijken, dan uh, komt het wel goed. Um, wat moet je doen bij meer keuzeantwoorden die veel op elkaar lijken? Vind ik ook een hele goede vraag. Want um, um, dat zie je vaak terug. Het zit zo: examenmakers die bedenken meer keuzevragen. Heel leuk. Nou hebben ze vier of drie antwoorden, soms vijf. Je kunt, mijn tactiek is altijd eerst de, de, de antwoordmogelijkheden doorstrepen die sowieso fout zijn. En welke zijn dan fout, die gewoon niet overeenkomen met de tekst. Of het tegenovergestelde zeggen. Dus die kun je wegstrepen. Dan hou je vaak twee antwoorden over. En dan denk je, ja, die twee antwoorden zijn eigenlijk best wel waar. Maar één van die twee is fout. En dat komt omdat jij zelf um, aan de hand van de tekst. Een antwoord hebt bedacht die inderdaad overeen zou kunnen komen met dat antwoord. Maar dat antwoord staat helemaal niet in de tekst. Het, het, het zou dus wel logisch zijn dat het zo zou kunnen zijn, maar het antwoord staat niet in de tekst. Dus je moet echt naar het meer-keuze antwoord kijken, dat, dat echt in de tekst wordt genoemd, en niet wat een afgeleide is. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik nou zeg. Um, want dat is wel wat examenmakers doen. Die willen gewoon dat jij ziet. Wat er letterlijk in de tekst staat. En los van wat jij zelf erbij bedenkt, dat, dat doet er niet toe. Dus daar moet je van afblijven. Um, wat wordt er bedoeld met gebruik in je antwoord volledige zinnen? Nou, daarmee wordt bedoeld dat je geen. Um, nou, bijvoorbeeld, waarom uh, geeft de schrijver in alinea 3 uh, beeldspraak? En als je een antwoord omdat hij, dat mooi vindt, omdat hij dat mooi vindt, is geen volledige zin. Als je opschrijft, dit doet hij omdat hij dat mooi vindt, dan is het een volledige zin. Bij volledige zinnen, dat is eigenlijk een beetje voor de docenten, moeten wij uh, op taalgebruik letten op zowel spelling als grammatica. Dat betekent dat wij en kijken naar je spel, spelling natuurlijk, maar ook naar formulierfouten. In sommige uh, vragen staat er helemaal niet bij antwoord in volledige zinnen en dan let de docent alleen maar op spelfouten. Dan mogen wij geen formuleerfouten, uh, mogen wij aanrekenen, afrekenen, hoe je het ook noemen wilt. Um, ik, ik ik kan echt, er zijn veel vragen. Ik probeer zoveel mogelijk te doen, hè? Dus, um, oké. Okay. Saartje, kunt u de aanvaardbaarheid uitleggen? Vind ik ook wel een goede vraag, omdat die aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid van teksten Denk ik terug gaat komen? Dat is een nieuw onderdeel. Ik weet niet of het dit jaar gebeurt of volgend jaar, maar je kunt het best alvast weten. Ten eerste, ik heb daar een video over gemaakt. Dus ja, sorry, maar ga die gewoon bekijken, want dan heb je een betere uitleg dan wat ik nu kan doen. Um, de aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid van teksten. Heeft, dus de aanvaardbaarheid heeft te maken met argumentatie. Wanneer is een argument aanvaardbaar? Dus wanneer klopt die of niet? Dat is een vraag die je zou kunnen verwachten. In hoeverre is dit argument aanvaardbaar? En dan moet je kunnen aangeven, ja, dit is aanvaardbaar omdat het klopt met de rest van zijn argumenten. Of het is aanvaardbaar omdat de auteur een expert is of een expert aanhaalt. Het is aanvaardbaar omdat er een onderzoek wordt genoemd. Het is aanvaardbaar um, omdat er geen drogredenen worden gebruikt. Dat is allemaal aanvaardbaar. Je kunt het ook hebben over de betrouwbaarheid van teksten. Wanneer is een tekst betrouwbaar? Dus dat is een super interessante vraag en ook een hele goede. Wat je leest, hoe weet je of dat betrouwbaar is of niet? Nou, als je dat wil weten, bekijk dan even die video daarover. Het heeft te maken met wie de auteur is, wat de bron is, wanneer het is uitgegeven, of het klopt wat de auteur zegt, et cetera. Hoe herken je cynisme? Cynisme is een scherpe vorm van uh, spot. Je hebt ironie, sarcasme, cynisme. Ironie is een milde spot, dat is een beetje grappig bedoeld. Sarcasme is al echt... Uh, ja, om, om iemand een beetje zo te steken. En cynisch, dat is echt... Dan, ja, als je heel cynisch bent, dat gaat verder dan sarcasme. Dat is het eigenlijk. Um, Bram, welke stof is belangrijk om te weten? De stof van de gordijnen. Emre, denkt u dat de MTM hoger wordt door de nieuwe examenvragen? Emre, ik weet het nog niet wat, natuurlijk wat de MTM wordt. Ik heb nooit een idee. Maar mijn verwachting is bij voorbaat al... Dat de n misschien iets hoog gaat zijn. Dat heeft, denk ik, ook te maken. Dat klinkt misschien stom, maar uh, door corona hebben heel veel leerlingen toch wel een bepaald leesachterstand. Dus vinden ze moeilijk om te lezen. Ik denk dat u dat misschien terug gaat zien in de examens. Um, het is niet zo dat die door die nieuwe examenvragen. dat de n hoger hoog gaat zijn, want die nieuwe examenvragen zijn al in het geheim aan leerlingen. Uh, zijn met, bij een getest zonder dat leerlingen het zelf door hadden. Dus dan weet de al precies hoe leerlingen gaan antwoorden, wat ze antwoorden, en dan kunnen ze dan al de N-term inschatten. Dus nee, ik denk niet dat dat per se het geval is. Eerder omdat misschien het niveau gewoon ietsjes lager is dan normaal. Als je vandaag begint met leren, wat kan ik het beste doen? Ik zou bidden tot God of Allah of wie je dan ook wil, want dan ben je gewoon te laat. Je moet gewoon dan heel snel tekst gaan oefenen. Waar worden de meeste fouten gemaakt in het eindexamen Nederlands? Um, het zijn de overkoepelende vragen en het zijn de vragen over de hoofdgedachten. Over de hoofdgedachten heb ik net uitgelegd hoe je het beste kan doen. Uh, als je het hebt over taalfouten, daar heb ik ook nog een video van gemaakt. Wat de meest gemaakte taalfouten in het examen Nederlands zijn. Bekijk die hier even. En, en mijn advies is. Let even goed op die hoofdletters. Want jullie maken regelmatig hoofdletterfouten, terwijl het echt niet nodig is. In de tekst staan nooit spelfouten. Er staan nooit hoofdletterfouten. Dus zorg ervoor dat de woorden die je overneemt, uh, dat, dat je die goed spelt. Let op het werkwoord willen. Want het is hij of zij wil en jij of je wilt. Dus dat is wel een belangrijke. Daar maken sommigen ook nog fouten in. Wat begrijpelijk is hoor, want uh, dat deed ik vroeger ook. Dat doet iedereen. Um, ik heb geen voorspelling over het onderwerp van de tekst. Ik heb geen idee. Het is altijd een beetje een algemeen onderwerp. Ik neem ondertussen een slokje water. Het, is no het gaat altijd over, over, over iets over taal, kan het gaan. Het kan gaan over kernenergie, het kan gaan over klimaatproblemen. Het zijn een beetje van die algemene uh, onderwerpen die al langer in het nieuws zijn. Want de teksten die jullie verder gaan lezen, die zijn ongeveer al drie jaar oud. Maar ze zijn dan altijd nog steeds wel een beetje actueel. Um, wat is het beste wat je kan doen de dag voor het examen? Dat is vooral eigenlijk je ogen een beetje rust gunnen. Dus dan ga je niet een heel examen meer maken. Misschien doe je nog één tekst. Als je als er je nog helemaal niet hebt geoefend, ga dan wel een paar teksten doen. Maar als je al genoeg hebt geoefend, doe één tekst. En dat is dan denk ik dan wel voldoende. Ehm... Um, SME vraagschaf kwamen de vernieuwde vragen in het examen 2022 al voor? Ja, dat was al zo. Over die toon van de tekst was echt nieuwe vragen. Dus ja, um, dus het is te vergelijken met dit jaar, zeker weten. Uh, zijn, ja, hoe zit het met de spelling-formulierfouten? Oh ja, dat is netwerk uitgelegd. Die taalfouten is inderdaad maximaal min 4 punten van het totaal. Uh, dus al, al maak je na het 50 spellingsfouten, dan is het maximaal min 4. Dus heb je bijvoorbeeld, kun je. Um, wat is het bij jullie? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Iets van 60 punten verdienen. Nou, je haalt er bijvoorbeeld 40 en je hebt 50 spelfouten gemaakt. Dan gaat er min 4 vanaf. Dus uh, dan heb je er 36. Ik kan zelfs nog een beetje hoofdrekenen. En het is niet zo dat je per fout dat er meteen min 1 af gaat. Het is 7 taalfouten of meer, is het min 4. 5 of 6, min 3. 3 of 4, min 2. 1 of 2, min 1. En 0 is natuurlijk 0. Um, wat moet je doen als twee mijn keuzevragen heel erg op elkaar lijken? Dat heb ik net al gezegd. Um, kies dus de antwoord wat echt in de tekst staat. Worden maximale punten afgetrokken als je de vraag niet invult? Ja, als je de vraag niet invult, dan krijg je geen punten. Dus dan heb je nul punten voor die vraag. Of die vraag naar 3, 4 of 5 punten waard is, of 1, nul punten. Wat zijn de uitzonderingen van het weglaten van de hoofdletter naar een dubbele punt? Uh, na een dubbele punt komt eigenlijk nooit een hoofdletter. Tenzij je na een dubbele punt een citaat komt. Dus de schrijver zegt, dubbele punt, en dan krijg je de aanhalingstekens, dan krijg je wel een hoofdletter. Maar anders krijg je na een dubbele punt nooit een hoofdletter. Um, mag je antwoorden nummeren, of bijvoorbeeld bij meerdere argumenten, of moet dan lopend het verhaal zijn? Dat is een goede vraag. Eigenlijk mag je geen telegramstijl gebruiken. En telegramstijl houdt in dat je dingen gaat afkorten. Dus je moet altijd in volledige zinnen antwoorden. Natuurlijk, als er wordt gevraagd, wat zijn de drie argumenten, mag je een streepje zetten en dan zeggen, het eerste argument is. Maar je mag niet geen streepje zetten en dan gewoon midden met een, van een zin beginnen. Want je moet vaak in volledige zinnen antwoorden. Dus het lijkt me niet slim om dat te doen. Gewoon zeggen, het eerste argument is, puntje, puntje, puntje. Het tweede argument is, puntje, 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 et cetera. Ehm... Um, hoe kan je het beste voorkomen dat je die min, min vier punten spelling krijgt? Um, ja, wat ik al net zei, probeer goed te kijken hoe de woorden in de tekst zijn geschreven. Daar, en op hoofdletters letten. Um, Marnik vraagt zich af: mag je Engelse woorden gebruiken die vaker het Nederlands worden gebruikt? Zeker, tuurlijk. Who gives a fuck? Nee, dat mag dan weer niet. Hè? Maar. Um, ja, de, de Nederlandse taal bestaat volgens mij uit 90% leenwoorden, dus je mag absoluut Engelse woorden gebruiken. Maar het is wel een examen Nederlands, dus niet dat je het helemaal in het Engels gaat doen. Wat voor argumentatievragen kunnen we verwachten? Nou, je kunt de vraag over droogheid verwachten, dat kan, maar hoeft dus niet. Je kunt eerder een vraag verwachten waarin je aan moet geven wat standpuntargumenten, subargumenten zijn. Dat denk ik eerder. Um, hoe... Kan het, vraagt Demi zich af, dat je zelf een hoofdgedachte moet formuleren? Ja, dat kan. Er kan worden gevraagd: wat is de hoofdgedachte van de tekst? Maar dat is wel een hele grote vraag. Dus als zo'n vraag gesteld wordt, denk ik eerder dat het over een paar alinea's gaat. Dus wat is de hoofdgedachte van alinea 3 of 4? En dan pak je gewoon de belangrijkste zin. Thomas vraagt zich tips voor het schrijven van een column. Je mag jezelf gaan bedenken. Wat wordt er bedoeld met het gebruik? Oh, hebben we gedaan. Oké, okay, um, hoe, hoe kan je een standpunt herkennen en een kernzin? Een standpunt herken je er vaak aan als je de woorden ik vind ervoor kan zetten. Dus um, het examen Nederlands is moeilijk. Ik vind het stom. Ik vind het stom. Dat is eigenlijk het standpunt. Dus ik vind het examen Nederlands moeilijk, want. Nee, sorry. Het eindexamen Nederlands is stom. Dat vind ik, want het is moeilijk. Dan is de want is het argument en het standpunt is dus waar je ik vind voor kan zetten. Uh, deze livestream die blijft online. Ja, dus ik zet deze livestream straks bij mijn examen... als perlijst voor de HAVO. Dus kun je het gewoon terugkijken. Kan iedereen nog steeds mij een bedrankje geven. En, um, en laten terugkijken, zeker. Morgen ook NWS Stories even bekijken. Dan uh, komen er ook weer heel veel vragen langs. Maar eigenlijk het meeste wat ik nu al heb uitgelegd... doe ik dan weer, hoor. dus... Uh, misschien kun je die tijd beter besteden dan in het lezen van een tekst... als je dan toch bezig bent. Bente die zegt, ik vind het heel vaag. Sommige mensen zeggen dat je eerst de hele tekst moet lezen... en anderen zeggen alleen de eerste en laatste zin per alinea... en dan pas de hele alinea's lezen als de vraag daarover gaat. Nee, Bente, zoals ik al eerder aangaf... ga eerst kort even de vragen van één tekst doorlezen... ga dan de hele tekst intensief lezen... en ga daarna de vragen maken. Dat lijkt mij het slimste. Want in de examens wordt er steeds meer van jou verwacht dat je dingen kunt uitleggen. Dus dat, er worden steeds meer inzichtvragen komen er, en die, die kun je gewoon moeilijk met trucjes voorbereiden. Dus je moet de tekst gewoon goed snappen. Gijs, kun je het ook halen zonder te leren, denk je? Ja, dat denk ik wel. Als je gewoon heel goed bent in lezen, als je veel boeken hebt gelezen, als je veel uh, artikelen leest, dan kun je... Het gaat er gewoon om dat, dat wij willen zien dat je die tekst goed hebt begrepen. Dat is het. Uh, vraagt zich af, wat is een verband? Een verband doe je om een uh, pootje van een hond als hij net geopereerd is. Maar dat bedoel je natuurlijk niet. Jij bedoelt het verband tussen twee zinnen. Um, uh, dat heeft ermee te maken met die functiewoorden en de signaalwoorden. Dus uh, het verband tussen alinea 1 en alinea 2, dan moet je gaan kijken. Oké, okay, het examen Nederlands is uh, leuk want bla bla bla, en dan krijg je de volgende linea ook, kun je eraan denken dat je intelligent wordt, daarnaast nou, dan heb je dus allemaal signaalwoorden die een verband aangeven, het verband is in dit geval opsommend Mag je wegstrepen op je vragenblad, leesblad? Absoluut. Je mag je pen pakken en je mag er absoluut van alles mee gaan strepen. Dus dat mag. Je mag schrijven, wegstrepen, tekenen op je examen is geen enkel probleem. Let wel even op mensen, je mag geen potlood gebruiken. Potlood gooi je meteen weg. Je moet een pen gebruiken. Je mag geen potlood gebruiken. Dat heeft met fraude te maken. Um, als je het met potlood gebruikt, dan moeten wij het meteen fout rekenen. Dus dan kunnen we het niet goed rekenen. Uh, even kijken. Regels citeren, dat heb ik, citeren heb ik net al eerder uitgegeven, dus dan kun je zo meteen uh, terugkijken. Olivia vraagt: krijg je een woordenboek of moet je daarin kopen? Uh, dan moet je even aan je school vragen. De meeste scholen, op mijn school bijvoorbeeld, zeggen: je moet zelf een woordenboek meenemen. Die hebben wij niet. Sommige scholen hebben die wel. Ja, en dat is van Bitterballer, een leuke naam die zegt: uh, voor het examen in Nederlands kun je toch wel leren. Nou ja, je kunt natuurlijk die drogreden leren en die functiewoorden leren en die aanvaardbaarheid leren, et cetera. Dat is ook goed dat je dat weet, maar echt leren kan natuurlijk niet. Het is gewoon: ik, niemand weet welke tekst het gaat worden, dus het is vooral op dat moment presteren. Um, Naar die vraagt: moet je de hele tekst lezen? Absoluut. Dus dat moet je zeker doen. Uh, hoe, hoe herken je of de toon van de tekst spottend is? Iermak, dat is een, een goede en ook maar wel een moeilijke te beantwoorden vraag. Kijk, spottend heeft ermee te maken als je de tekst leest, dat je continu door hebt, deze schrijver bedoelt dit niet serieus. Of die probeert juist iemand een beetje omlaag te halen met bepaalde woorden, zoals: uh, dit meneertje heeft een boekje geschreven. Nou, dan weet je, die schrijver vindt dat boekje van meneertje helemaal niks. Dus het heeft met de gekozen woorden te maken uh, of iets spottend is of niet. Um, dan, even kijken. Zijn er, veel, zijn er veel open vragen in vergelijking met de keuzevragen? Het is gewoon normaal, denk ik. Dus dat is niet ook. Mag je ook muziek opzetten tijdens het examen? Nee, je mag geen muziek opzetten tijdens het examen. Je mag wel muziek in je hoofd doen, zeker doen. Dag, maar die vraag is hoe kun je zien of een bron of tekst aanvaardbaar is? Bekijk daar even mijn filmpje voor. Dat heb ik je net ook al hier een beetje uitgelegd. Citeer vragen, lieve mensen. Ik heb daar ook, ja echt waar, ik heb van alles, heel veel dingen die jullie vragen, heb ik iets gemaakt, dat kan ik nu allemaal uitleggen. Sommige dingen heb ik al net uitgelegd. Maar bekijk die dan nog eventjes. Wat kan je het beste doen voor de examens, heb ik gedaan. Mag je op examen examenblad schrijven? Ja. Wat zijn de belangrijkste dingen om te leren? Kunt u de aanvaardbaarheid, et cetera? Aanvaardbaarheid, bekijk even het filmpje, dat is veel beter. Worden maximaal punten afgetrokken? Hebben we hebben ook zitten wat de band, even kijken. Oh, hij loopt vast. Oké, okay, komt hij? Beste Arnoud, welke stof komt het meeste terug sowieso in het examen? De meeste stof. ja... Dit is niet bepaalde stof. Het zijn eigenlijk al de vragen die je gewend bent van de vorige examen, die komen terug. Sanne, wat is een conclusie? Een conclusie is eigenlijk aan het eind van een alinea of van de tekst, waarin de schrijver nogmaals opschrijft wat hij eigenlijk het belangrijkste vindt. Dus alles wat hij heeft opgeschreven, daar komt iets belangrijks uit. Dat is dan de conclusie. Wat moet je doen op de dag van het examen? Nou, even gewoon ontspannen, gewoon chillen. En zodat je vol energie dat examen ingaat. Dat is eigenlijk wat je moet gaan doen. Drie of vier teksten vrijdag. Ik denk vier teksten, maar dat weet je nooit. Oh, jullie hebben echt uh... alle. Het gaat zo. Ik kan het uh, niet allemaal bijhouden, mensen. Um... Toonvragen, die heb ik net al uitgelegd. Eén moet zoeken. Jullie zijn echt goed bezig hoor. Dus uh, ik vind het fantastisch dat jullie al deze vragen stellen. Laten we dat even voorop stellen. Ik stop wel over tien minuten, want ik heb ook nog een eigen leven. Hoe kun je het beste een vraag maken waarin je het belangrijkste woord van de tekst moet citeren? Nou, je krijgt nooit de vraag: wat is het belangrijkste woord van de tekst? Maar er wordt wel eens gevraagd: welke woord, uit welke woord kun je opmaken wat de schrijver eigenlijk bedoelt? En dan moet je kijken naar bijzonder taalgebruik. Nuancering uh, heb ik net ook al een beetje uitgelegd. Dan geef je meer details bij een bepaald standpunt. Als je zegt: uh, ik uh, hou niet van de regen. Kun je zeggen, ja, ik hou, ik hou niet van de regen, maar ik kan er soms wel van genieten. En, uh, en ik hou niet van hele harde regen, maar zacht regen, et cetera. Dan ben je aan het nuanceren. Dus dan geef je iets meer uh, uitleg erbij. Ik ben morgen zeker bij de NOS. Vanavond was mijn grote vriend Menno daar. Menno, met Menno, die ken je waarschijnlijk allemaal ook. Die, um, die was daar vanavond. Ik uh, zit daar morgen. Ja, dus ik ben daar morgen met Brechtje. En uh, dan zien we elkaar ook morgen misschien. Nou, Bas, ik kan opnoemen wat we direct moeten leren. Droogheden moet je kennen, functiewoorden moet je kennen, signaalwoorden moet je kennen, aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid moet je kennen. Um, maar dat is het eigenlijk wel. Wilt u mij in uw gebeden houden? Zeker, ik ga jou in mijn gebeden houden. Als, als je wordt gevraagd om te beschrijven welke uitspraak de titel van de tekst geeft, hoe kan je dat het beste doen? De vraag is: als er aan je wordt gevraagd om te beschrijven welke uitspraak de titel van de tekst geeft, en om de tekst te typeren, hoe kan je dat het beste doen? Um, nou, de tekst typeren, dat heeft te maken met of iets een uiteenzetting, beschouwing of betoog is. Dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet behandeld uh, in dit uurtje. Uh, er wordt wel eens gevraagd wat voor soort tekst is dit. Dus dan, dat is eigenlijk dezelfde vraag: typeer deze tekst. Wil de schrijver je informeren? Dan is het natuurlijk informatie geven, is uiteenzetten. Wil de schrijver je overtuigen van zijn mening? Dan zul je ook allemaal argumenten zien van de schrijver. Dan is het een betoog. En wil de schrijver je aan het denken zetten? Dan uh, is het een beschouwing. Dus dan, dan wil de schrijver dat de lezer een mening gaat vormen. En dan zie je eigenlijk nooit de mening van de schrijver zelf. Dus dat is misschien wel belangrijk om te onthouden. Um, mag je poepen tijdens het examen? Ik mag het hopen van wel, want het is toch lastig om dat de hele tijd in te houden. Ik zou daarna wel even goed je handen wassen. Um, is het oké okay als je vier volledige examens gemaakt hebt, Sofie, dan heb je het meer dan genoeg gedaan? Stop ermee. Ga nog een filmpje bekijken van mij en daarna is het oké. Okay. Kunnen er ook vragen over cartoons met teksten vergelijken voorkomen? Ja, dat kan. Um, bij die nieuwe type vragen zie je dat sommige cartoons erin terugkomen en die hebben dan betrekking op de hoofdtekst. Dus dat zou kunnen mogen, maar ik weet het niet zeker. Dus het zou kunnen. Um, dan het verschil tussen neverschikkende die afhankelijk zijn, oh ja, die en onderschikkende. Nou. Dat hoef je niet zo te kennen. Want die schema's die worden gewoon gegeven. Die hoef je alleen maar in te vullen. Dus dat is het. Dan even tussendoor. Oh ja, dankjewel, FC jo uh, Josio. Ik vind dat een moeilijke naam. Dankjewel. Ik, uh, die zegt even top dat u dit doet. Ja, dat mag zeker gezegd worden. Absoluut. Jan, uh, ga de uh, meest recente examens oefenen, zou ik doen. Je mag geen push-ups doen. En ook geen prep-meal. Een geprepareerde maaltijd eten zou ik zeker niet doen. Als je nu nog niet bent begonnen met leren... dan ga je als een dolle oude examens oefenen... en al mijn video's bekijken. Hoe kan nuancering gevraagd worden in het examen? Dat het kan gevraagd worden op verschillende manieren. Een nuancering kan een functie van de alinea zijn. Dus dan moet je aangeven wat de functie van de alinea is. Als dat nuanceren is, dan is dat dus nuanceren. Maar het kan ook gevraagd worden per zin. Je hebt een aantal zinnen achter elkaar... Wat is de functie van iedere zin? Dat kan een zin nu, uh, nuancerend zijn. Ja, Nederlands is inderdaad vrijdag pas. En we doen dit vandaag hier omdat uh, ik morgen bij de NRS zit. De NWS, um, is morgen van half acht tot half negen volgens mij. Uh, dus nuanceren lieve mensen, als je daar vragen over hebt, bekijk dan even mijn video daarover. Daar, daar krijg jij veel meer informatie. Hoe dat precies zit. Hoe zit het met een argumentatie op basis van kenmerk of eigenschap? Ja, dat is een argument. Dat is wel goed. En dus er zijn soorten argumenten. Die moet je trouwens ook wel uh, kennen. Maar die zullen vaak als mijn keuze vaak worden gesteld. Een argument. Dus je, je hebt een standpunt. Jeroen is, een, uh, uh, is, een, uh, is net een kind. Want hij gaat altijd met Lego spelen als hij bij ons binnenkomt of zo. Nou, dat is... Het argument is een, is een kenmerk van een kind is dat je met Lego gaat spelen. Dus dan ga je dus echt kijken naar eigenschap of kenmerken van datgene wat in het standpunt wordt gezegd. Dat is het. Elroy vraagt zich af wat is het verschil tussen een weerlegging en, en een benadrukking. Een weerlegging dan uh, ben je het ergens niet mee eens. Dan zeg je, nou, dan ga je dus tegenin. En benadrukken is totaal iets anders. Dan ga je zeggen, um, uh, dan wil je ergens nadruk op leggen. Dat heeft niks met een weerlegging te maken. Um, Jan die vraagt inter of ac, ja ik denk toch ac, maar dat komt omdat Clarence Zedorf daar altijd speelde dus oké okay. beste Arnoud, welke stof komt het meeste terug, uh, nou dat hebben we al een paar keer beantwoord um, Lo Lois vraagt moet je de argumentatieschema's uit je hoofd weten door bijvoorbeeld een open vraag en komen er open vragen over over tekstverbanden, ja nou de, die argumentatieschema's dan heb je zo die die moet je wel kennen, ja. Um, maar die zullen wel altijd meer keuze gevraagd worden. Verschil optimisme, pessimisme. Als je optimistisch bent over dit examen, dan denk je: ik ga het redden. Ik ga een goede voldoende halen. Ben je pessimistisch, dan ga je van tevoren al zeggen: ik ga sowieso een onvoldoende halen. Dat is het verschil. Je mag wel een potlood gebruiken om de zinnenwoorden te onderstrepen in de tekstvraag. Dat mag zeker. Maar je mag nooit met potlood werken op je examenpapier. Dus. Um, uh, eigenlijk kun je maar beter voorkomen... dat je dat zou gaan doen. Dus dan ga je gewoon die pen eventjes... of die potlood ga je gewoon niet gebruiken. Kun je net zo goed beter met pen doen. Dat maakt eigenlijk niet uit. Oké. Okay. Ehm... Um. Moet je, als de hoofddrachter wordt gevraagd, de hele tekst lezen, dan moet je goed de vraag lezen. De hoofdvraag kan over de hele tekst gaan, maar stel dat je heel die tekst hebt gelezen en je krijgt dan nog een keer die vraag over de Dan Ga je dan heel de tekst lezen? Nee, want die tijd heb je niet. Dus wat doe je dan? Dan lees je het slot nog één keer door. Dan ga je de keuzeantwoorden bekijken en kijken waar je um, wat... de de zin is, waar heel de tekst over gaat. Ik word ondertussen afgeleid, lieve mensen allemaal van die rare Arnud mag je harde scheten laten. Nou ja, als het je in de weg zit, ik zou het zeker doen. Maar dan uh, hoop ik dat iemand het filmt. En dat je dan op dumpet komt, dat zou wel fijn zijn. Hey, fijn mensen dat sommigen mij een donaties uh, gunnen en schenken. Dat vind ik echt fantastisch. Dus dank jullie wel. Um, dan ga ik uh, in de zomer met mijn lieve dochtertje een lekker biertje drinken. Althans, ik een biertje, zij limonade. Dus dan weet je dat waar het naartoe gaat. Um, ik ga de laatste twee vragen doen. En dan ronden wij af. Dan is het voorbij. En dan gaan jullie ook uh, iets anders doen met je leven. En... Um, of je mag dan nog maar een donatie geven, dat is ook uh, goed. Framing is de vraag. Dat is wel een interessante framing, heeft te maken met de nieuwe examenvragen, maar zal er vrij weinig in voorkomen. Zal het meer gaan over welke woorden een schrijver ge gebruikt om zijn standpunt te ondersteunen? Dan de bijna laatste vraag. Moet je alle stelfruuren uit je hoofd kennen? Nee, die hoef je niet uit je hoofd te kennen. Je moet ze wel een beetje weten. Maar er zijn zoveel stelfruuren dat je ze niet uit je hoofd kan kennen. Een kanttekening is dus dat je ergens het uh, niet mee eens bent. Dus dat. En dan hoor. Dank je wel, legend. Het verschil tussen spottend en sarcastisch. Nee, dat is hetzelfde. Sarcasme is spottend. Dus dat, dat heeft er met elkaar te maken. Ironie is ook spottend. Um, dat is het. Iemand zegt, we doneren omdat we weten dat je niks verdient met jouw salaris. <laughs> nou, dat is echt super lief Ik verdien echt wel wat hoor. Het is superleuk om leraar te zijn. Dus uh, zeker uh, geen uh, slecht woord over leraar zijn. Jullie mogen je eigen docent trouwens ook wel eventjes bedanken want die heeft heel hard zijn best gedaan. Nou, uh, lieve mensen. Het is half negen. Dit was hem. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Uh, weet in ieder geval dat mocht je ondanks al mijn tips nog niet geslaagd zijn... Mijn beeld wordt helemaal zo. Zie je dat? Het wordt helemaal roze. Uh, mocht het niet geslaagd zijn, dan uh, geef ik nog een masterclass herkansing. Maar daar krijg je dan later wel informatie over. Ik hoop dat je dat niet nodig hebt. Uh, lieve mensen, dank jullie wel. Heel veel succes alvast. Uh, rustig blijven vrijdag, denk aan de tips en gewoon die tekst goed gaan lezen. Masja masja dankie, dat is Papje mensen voor heel erg bedankt, voor de mensen uit het Caribisch gebied die kijken of meekijken. Um, fijne avond mensen, zet hem op en um, nou ja, weet mij te vinden als je nog vragen hebt.